Ja, nu moeten we een overzicht gaan geven per dag, halve dag eigenlijk. Dus dag 1 is een maandag. In de voormiddag zijn er 6 aanwezig en in de namiddag 4. Dit moeten we, hoe krijgen we dat gedaan? Wel, daarvoor moeten we dus een functie maken, bezettingsgraad. Die gaat een nieuwe array gaan maken van 10 lang. Die gaat dus eigenlijk hier gewoon al die dingen hier per kolom gaan optellen. Zo. En die in een nieuwe array gaan steken van 10 lang. En dan, want dit is voor maandag voormiddag, dit is voor maandag namiddag enzovoort. Die twee er ook nog bij. Dat hadden jullie wel gezien. En dan geven we die rij terug en dan gaan we die hier gaan uitdrukken. Die instructies moeten we nog zetten, maar hier is de oproep van de functie. Krijgen we een nieuwe array terug die we hier gaan aflopen per 2 natuurlijk om die per dag uit te drukken, maar dat komt hier nog dadelijk eigenlijk. Oké, hoe doen we dat? Wel, we gaan eerst die array waar het resultaat in moeten zetten, die gaan we gelijk zetten initieel op 0. Elk element 0 is even snel met een voorlusje voorvar j gelijk aan 0. Zolang j kleiner is dan 10, ik zal de lengte moeten nemen, maar ja. J++, en dan gaan we gewoon nieuwe rij j gelijk zetten aan 0. Zo. En dan moeten we onze som gaan doen. Nu heb je twee mogelijkheden, en eigenlijk heeft het geen belang wat we eerst doen. Een lusje om zo hier alle kinderen af te lopen en daarna een lusje om per kind dit hier af te lopen. Of je mag eerst deze lus gaan doen om alle aanwezigheden af te lopen. Dus en dan, zolang je maar alle combinaties hebt van kinderen met aanwezigheden, is het goed. We gaan hier nu nemen om eerst de kinderen aflopen. Maar je mag gerust, we kunnen straks proberen die twee testen omdraaien. Blijft nog altijd werken. Die twee lussen omdraaien. Wanneer i gelijk aan 0, zolang i kleiner is dan aantal kinderen, dat is kip.length, gaan we i altijd gaan verhogen. Omdat hier maar één instructie in die lus staat, namelijk naar voren, hebben we geen accolades nodig. Maakt het programma ietsjes korter. We hebben een tweede lus nodig. We gaan die veranderlijke k noemen. Hierin gaan we per kind de. Ah, je kunt die toch niet omkeren. Dat we per kind moeten werken. Dus moeten we eerst de kinderen gaan aflopen. K kleiner is dan, ofwel zijn de aanwezigheden van dat kind, als kind is krib i, punt aanwezigheid, punt lengt, dat zijn er natuurlijk 10, dat weten we allemaal. Maar zo is het algemener. Wel, hier moeten we, hier staat ook maar één instructie in, dus hebben we ook alweer geen accolades nodig. En die moeten we gaan testen. If op die bepaalde plaats voor het kind i, dat is krib i, de aanwezigheid van de helft van de dag k, het gaat van 0 tot 9, als daar een 1 staat, dan is hij in dat helft van de dag aanwezig en dan moeten we in die nieuwe rij, die initieel allemaal op 0 staat, waar we de som gaan opbouwen, moeten we, en dat is k, moeten we eentje gaan optellen. Waarom? Wel ja, dus we gaan een nieuwe rij gaan opbouwen, die ziet er ongeveer als volgt uit. En in die k lopen we hier constant voor elk kind die dingen af. En bij de eerste hierin tellen we die hierbij op. Voilà, dan pakken we hier het tweede, dat is 0, is niet gelijk aan 1. Hier wel, gaan we hier ook eentje gaan optellen. Enzovoort, dan pakken we hier het tweede kind, of hier het derde kind, zie je hier ook terug een 1 staan. Dan wordt dit hier een 2. Dan wordt op die plaats k dezelfde plaats hier als we de aanwezigheid aan het bekijken zijn, gaan we in die rij k, die nieuwe rij daar, eentje gaan bij optellen eigenlijk. Meteen krijgen we hier in die nieuwe rij de som van elk van die aanwezigheden. Dit is het eigenlijk van optelling. Dan moeten we dat nog gaan uitdrukken. Oh, allemaal lege lijnen die we niet nodig hebben. Zo, dan moeten we dat nog gaan uitdrukken. We gaan dat per 2 halve dagen doen. We gaan maandag voormiddag en ineens gaan uitdrukken. Eigenlijk omdat we altijd voor en namiddag moeten in apart stringetje gaan zetten eigenlijk. We zouden het ook met een if kunnen doen. If de i
even is, dan is het voormiddag, is het oneven, is het namiddag. Oké, ik doe het nu op deze manier. Er zijn altijd meer dan één mogelijkheden. We gaan de dag gaan laten zien. We gaan misschien de nummer van de dag er gaan bij zetten. De nummer van de dag, dat is i gedeeld door 2 plus 1. Hoe komen we daaraan? Wel, stel dat we hier 9 hebben hier als index. Als we dat delen door 2, krijgen we 4. Ja, ik was hier eventjes mis. Het is eigenlijk het gemakkelijkste. Die i gaat hier variëren van 0, 2. En altijd 2 wordt opgeteld. 4, 6, 8. Als we dat delen door 2, krijgen we hier 0, 1, 2, 3, 4. Als we hier dan nog eentje bij optellen, krijgen we 1, 2, 3, 4 en 5. En dat is de nummer van de dag van de week eigenlijk. En gaan we ook rechtstreeks kunnen gebruiken als index hier in deze array van dagen, zodat we dat kunnen gebruiken. Dagen met die index heeft hij direct maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag eigenlijk. Dus dit hier is de goede dingen. Gedeeld door 2 plus 1, dat is wat we hier net gedaan hebben hier. Zoals je maar weet dat i gaat met 2 verhoogd eigenlijk. Het is altijd handig dat je even een klein papiertje neemt en het opschrijft. Dat u ziet waar u gekomen bent. Dat is dat haakje. Zo. Dus moeten we hier gaan opschrijven. Plus, we gaan misschien de naam van de dag er ook nog gaan bijzetten, tussen haakjes. Toen een haakje zetten, plus, en dat wordt dus dagen. En als index hebben we i gedeeld door 2. Ja, waarom i gedeeld door 2 en niet plus 1? Dat is omdat we hier vanaf 0 beginnen te tellen, niet vanaf 1 natuurlijk. De nummer van de dag is wel dag 1. Is in dit geval index 0 hier. Dus hier moeten we niet nog eens eentje bij tellen. En dan hebben we dan hier de juiste dag. En dan gaan we nog een sluitend haakje erachter zetten. Zo. En dan moeten we nog de juiste tekst er gaan bijzetten voor middag. Plus het aantal dat we daar aanwezig hebben, misschien naar een nieuwe lijn gaan, dat wordt bezettingsrij, vierkante haakjes i voor de voormiddag. Zo, en voor de namiddag hebben we eigenlijk net hetzelfde om hier uit te drukken. Dezelfde dag blijft, alleen moeten we hier namiddag laten zien. Maar de gegevens van de namiddag staan natuurlijk, bij i wordt altijd 1, 2 opgeteld, staan eentje verder. We gaan even kijken of dat werkt. We hebben een probleempje, waarschijnlijk een typfout. En ja hoor, we hebben hier bezettingsrij geschreven in plaats van bezettingrij. Moet dat zijn? Dus we hebben hier bezetting rij en ik heb hier een S te veel gezet. Zo, gaan we nog eens proberen. Ik ben nu zo gewoon. Oei, we moeten nog altijd naar een nieuwe lijn gaan ook. We krijgen hier wel een antwoord, maar oei. Maar alles op één lijn hier van boven, dat is ook niet goed. Kunnen we gelukkig snel aanpassen door hier achteraan nog een break te zetten, dat is een nieuw lijn teken en natuurlijk hier ook plus kleiner dan break en kijken of het nu wel goed is en ja hoor, we krijgen hier nu de bezetting schraad, dus daar ene bij 9, het is ene met 1 hier, dat lijkt te werken. Dank voor uw aandacht.